De finale van het Songfestival op zaterdag zal worden herinnerd als een dag van teleurstelling en onrecht voor Joost Klein. Zijn droom om de overwinning te behalen werd abrupt verstoord door een onverwachte disqualificatie. Op sociale media hebben diverse bekende Nederlanders hun steun betuigd aan de jonge artiest uit Friesland. Het nieuws van Joost Kleins disqualificatie heeft een golf van verontwaardiging en verbazing teweeggebracht onder BN'ers. De omroep, verantwoordelijk voor de Nederlandse inzending beweert dat klein een dreigende beweging maakte naar een camera zonder daarbij iemand fysiek aan te raken. Presentator Lucky King heeft deze beslissing veroordeeld op X, waarbij hij het een schande noemde. Hij benadrukte de vermeende vernietiging van de droom van een jonge artiest door de EBU als de beschuldigingen waar zijn. Deze sentimenten werden gedeeld door commentator Cornel Maas, die de beslissing van de EBU als schandelijk bestempelde, zoals te lezen was in het statement van Apenstaartje Afrotros. Ook Humberto Tan heeft zijn verbazing geuit over de gang van zaken. Hij vraagt zich af wat er precies bedoeld wordt met een dreigende beweging van Joost naar de camera. Hij benadrukt de vaagheid van het statement en wijst op de behoefte aan meer concrete informatie. Tan vraagt zich af of Joost zelf een klacht heeft ingediend tegen de cameravrouw, gezien het filmen tegen de gemaakte afspraken in. Frans Timmermans, politiek leider van GroenLinks PvdA, betuigde zijn medeleven en noemde de disqualificatie heel sneu. Hij gaf aan een fan te zijn van Joost Klein en prees niet alleen de pro-Europese boodschap van het liedje Europapa, maar ook de ode aan het Gabbertijdperk. Timmermans geloofde dat dit liedje heel Europa kon verenigen in de kunst van het hakken. Op sociale media hebben veel BN'ers hun steun betuigd aan Joost Klein, die nu geconfronteerd wordt met de gevolgen van zijn disqualificatie tijdens het Songfestival.